En we hebben hier een meneer zonder haar en daarnaast staat een meneer met haar en hij lijkt sprekend op Nick van Nick en Simon. Heb je dat wel vaker gehoord? De eerste keer dat ik het hoor eigenlijk. Niet liegen? Nee, het is echt serieus, de eerste keer. Je regelt wel eens meisjes met je uiterlijk, of niet? Nee, ook niet. Dat zou ik nooit doen. Oké, nou, wat brengt jullie eigenlijk vanavond hier? Nou ja, Nick van Nick en Simon, die had een mailtje gekregen dat we hierheen konden gaan. Okay. Vrijkaartje. We denken, nou gezellig, we komen uit Zwolle, pakken de trein en gaan hier even lekker muziek, lekker biertje erbij. Top. Ga je vanavond ook echt helemaal uit je naad of is dat nog een beetje rustig? Nou, dat ligt er een beetje aan, hè. Als het gezellig is. Dat was veelbelovend, dus wie weet. Ja, wat vond u er eigenlijk van de eerste band? Ja, geweldig. Ja, ik ben fan. Nou. Hier weer een groepje van 4 die het supergezellig vond vanavond, klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Sowieso. Ja, dat was heel tof. Had u het echt naar jullie zin? Wat vond je het beste van de avond? Welke optreden? Ja, Jet Rebel. Jet Rebel. Jet Rebel, sowieso. Jet Rebel. Allemaal Jet Rebel. We hebben Jet Rebel fans dit keer. Echt leuk. Bas van 2014. En hij is de meest sexy man in Nederland momenteel, toch? Ik ben hetero, maar die man die maakt me bijna homo. Dus hij mag je wel een zoen geven? Tuurlijk. Hebben jullie een beetje genoten? Heel erg. Dat is fantastisch. Nou, als ik mag vragen, hoe zijn jullie hier eigenlijk terechtgekomen? Ik wou graag naar Jet Rebel toe en toen dacht ik, oké, wanneer kan ik zo snel mogelijk daarheen? En toen zag ik Ziggo en toen was van, oké, ik kan op de gastenlijst. Nou, gezegd, en ook gratis. Ja, precies. Dat is helemaal super. Ja, heel chill. Jullie zijn gewoon met haar meegekomen dan? Ja, we moesten maar. Ja, helaas. Je moet mee. Helaas. Ja, gelukkig was maar. Was het zeker waard. Ja. Oké, nu ga ik één voor één vragen, de beste act van vanavond. Ja, de laatste. Was echt de laatste? Echt. Ja, idem. Hetzelfde. Brothers and Bones. Sowieso de laatste. Ja, gaan jullie ook het album kopen? Ik had net een man die gelijk het album zou willen kopen. Jullie ook? Ja, we gaan sowieso nog even een concertje pakken in februari. Ja. Oké, okay, super. Nou, jullie kunnen de volgende keer kunnen jullie ook weer gewoon op de gastenlijst staan. Ja. En ik zie jullie dan. Ja, tot dan. Nou, nog een fijne avond. Ja, dag. Dankjewel.